Eindelijk mag het weer. Evenementen organiseren, maar bovenal bezoeken. En dat doen ruim 500 mensen uit de autobranche vandaag tijdens het Nationaal Automotive Congres van vakblad Automotive. En wij vragen aan de mensen, wat sprekers en bezoekers onder andere, of zij voor ons nou eens een zogenoemde SWOT willen samenstellen voor de autobranche. Wat is de grootste bedreiging wat jou betreft die op de Nederlandse autobranche afkomt? Ja, ik denk dat op termijn mobiliteit serieus duurder wordt. Dus ik denk dat binnen nu 5-6 jaar mismatch is tussen kostenniveau van de mobiliteit en de draagkracht van de gemiddelde klant in Nederland. Dus de auto wordt eigenlijk te duur voor de gemiddelde consument om aan te schaffen? Ja, misschien niet voor de happy few, maar kijk, elektrische auto's kosten gewoon meer. Zeker de batterijtechnologie. Ik denk dat batterijen, de accu's op termijn ook wel schaarser worden. Dus dat gaat ook nog wel wat meer kosten. Tegelijkertijd, en daar vergissen heel veel mensen zich in, is dat de huidige technologie voor verbrandingsmotoren, benzine en diesel, daar kun je ook niet zomaar mee doorgaan. Dus ja, om aan de wetgeving te voldoen in 25-26 EU7, moet er nog heel veel versleuteld worden aan de huidige motoren. Dus dat gaat ook een aardige kostprijsverhoging zijn. En er is natuurlijk onvoorstelbaar veel efficiëntie doorgevoerd in de R&D en in de productie. Het enige waar nog serieus wat te halen is, of laten we het zo zeggen, wat in de afgelopen 25 jaar niet echt serieus veranderd is, zijn de distributiekosten. Wie zou zich meer zorgen moeten maken, de importeur of de dealer? Nou, ik denk allebei. Ik denk dat, je hebt een klant nodig, want die moet een auto kopen. En je hebt een fabrikant nodig, die moet maken. En alles wat ertussen zit, ja, daar kun je nog eens over discussiëren. ...30% is niet alleen je auto, hè. Ze gaan 30% gaat gewoon mobiliteit gebruiken in plaats van bezitten. En ja, dat is de reden waarom we Europcar hebben overgenomen, of mede hebben overgenomen, laat dat even duidelijk zijn. Maar Europcar is de marktleider in Europa van rental. Op dit moment is rental zo'n 4% van de totale Europese autopopulatie. Wij denken dus dat naar samen met taxis, et cetera, dat groeit naar 30%, dat 30% van de mensen gewoon zo af en toe een auto willen gebruiken. Nou, dan is zo'n platform als Europcar met, wat strategisch best belangrijk gaat worden, parkeren. Dus wat hebben rental clubs goed voor elkaar? Parkeren. Dus als jij een self-driving car geparkeerd hebt, als jij op het vliegveld aankomt, dan kan je zo van... Komt die auto, als je dat appje stuurt op het moment dat je landt, komt die auto gewoon voorrijden. Jij stapt in die auto, brengt je naar het begin van de stad. Want ik denk dat in een stad auto's gewoon geweerd gaan worden, ook elektrische. En dat je gewoon dan vanaf dat moment openstapt op een tweewieler of een e-scooter of iets anders. En ik denk dus dat, en dit beeld, ja, het exacte moment, maar hier groeien we in de komende 10 jaar naartoe. Die dealer heeft een hele belangrijke rol om met name die consument in zijn gebied, om daar goed mee in contact te blijven. Ja. Want dan begrijp je wat ze niet is. Het voordeel is, het is niet 1 transactie en 4 jaar wachten en misschien nog eens een keer een service. Het kan wekelijks dat je meerdere malen met iemand in contact bent. Dus dat, en elk contact zou ook een moment moeten zijn om wat te kunnen verdienen. Er komt 100% zeker een trend naar gebruik in plaats van eigendom. Hè, er is een nieuwe generatie die sowieso niet echt onderweg is om een auto te bezitten. En er is, denk ik, de mobiliteit is op dit moment voor een gemiddeld gezin aan het begin 30 met 2 kinderen neemt 18% van het beschikbare inkomen voor zijn rekening. Nou, dat is erg veel. Hè, want ook healthcare, zeg maar, ziektekosten en food en energie is ook enorm toegenomen. Als je daarnaar kijkt, is 80% van het beschikbare inkomen gaat op aan die basisbehoeften. En als daar 18% mobiliteit is, en je zou in plaats van zeg maar eigendom van een auto naar gebruik van een auto kunnen, ja, dan zal dat toch helpen. En ik denk, ja, die trend die gaat komen. Op het moment worstelen mensen daar natuurlijk mee, omdat er nog niet echt businessmodellen bestaan die zeg maar dat delen van een auto zeg maar winstgevend, als een winstgevend businessmodel zien. Maar ja, dat is onvermijdelijk. Een kans die daarop aansluit, die ook wel wordt genoemd, is de groei in delen en de groei in van bezit naar gebruik. Maar je hoort toch ook wel vaak dat daar op dit moment nog geen geld wordt verdiend. Dus ja, hoe groot is die kans? Het gaat uiteindelijk die kant op. Maar bij ons zit ook eigenlijk allemaal in pilotfases nog het verzekeren van delen.
Maar wij geloven daar wel heilig in. En je hoort vandaag natuurlijk een Bram Schot en Janus, hoor je allemaal roepen van het gaat die kant op. Hè? En dat betekent dat je positie in moet gaan nemen in die markt. En kennis, ervaring op moet gaan doen. Wij vinden het ook spannend, hè, die wereld. Waar gaat die naartoe? Maar wij vinden wel, willen wij in deze markt blijven zitten, moeten we daar een onderdeel van zijn. De snelheid van technologische en maatschappelijke veranderingen, dat is toch wel een bedreiging. Kun je dat uitleggen? Ja, als u kijkt naar de snelheid die de automotive sector nu betracht rondom de digitalisering van de auto, dan zien we dat daar de IT-spelers vaak alweer veel verder vooruit zijn. Wij moeten dus oppassen dat wij de auto wel openzetten voor nieuwe ontwikkelingen voor de consument. Maar we moeten ook oppassen dat we niet de deur openzetten voor Google, Amazon, Alibaba en de daarbij mogelijke hackers. Want ja, auto's willen we toch graag heel veilig en safe halen, houden voor de privacy van de consument, maar ook voor de veiligheid natuurlijk. Incompetentie en opportunisme van de beleidsmakers wordt ook gezien als een bedreiging. Ja, dat lijkt mij een voorzetje voor jou. Ja, als ik kijk naar wat de politici steeds roepen, dan praten ze over één element. En natuurlijk praat ik dan over de vergroening. De vergroening is heel goed, hè? De automobielindustrie staat erachter. Maar we moeten ons ook realiseren dat de tweedehands auto, de tweedehands diesel of andere auto, die wordt veel minder waard. En de nieuwe auto wordt veel duurder. Dus waar vroeger je met 10.000 euro een hele mooie nette nieuwe auto kon kopen, moet je toch vanuit gaan dat dat straks 20.000 euro wordt. Want de elektrische auto wordt duurder en je dieseltje wordt veel minder waard. En ten tweede, ze kunnen door ons verkocht worden, ze worden gemaakt, maar kunnen we ze opladen? Kan jij, als jij in een flat woont of in een rijtjeswoning, bij jou voor de deur die auto nog opladen? En daar zijn we nu keihard aan het lobbyen voor meer laadpalen in de publieke ruimte. Niet op je eigen oprit, want dat zijn de duurdere auto's. Maar nu voor iedereen, laadpalen moeten beschikbaar zijn. Die nieuwe retailmodellen, wat voor kansen zie jij daarin? Nou, wat je ziet is dat er nu echt vol gas gegeven wordt op het verkopen van gebruikte auto's aan particulieren. Maar dan op de digitale manier. In Engeland hebben wij dat onderzocht. Bleek dat minder dan 1% van de transacties digitaal is gegaan. En nu zie je hele grote partijen, dus ook zeg maar concurrenten van ons, die zich daar vol op storten. En wij kunnen daar een enorme rol in spelen om ervoor te zorgen dat er gebruikte auto's zijn die zeg maar retail ready zijn en die doorverkocht kunnen worden rechtstreeks aan particulieren. En jij zegt ook, hè, moeten we meer toe naar die digitalisering. Dat wordt door sommigen toch ook wel als een bedreiging gezien, namelijk dat de snelheid van technologische en maatschappelijke veranderingen hoger is dan de snelheid waarin de autobranche verandert. Zie jij dat ook zo? Nou, je ziet dat de autobranche is natuurlijk een enorm kapitaalsintensieve branche, markt. Het is dus heel erg moeilijk om heel snel te reageren. Maar dat is altijd de tucht van de markt. Uiteindelijk zal de markt, ook de automarkt, mee bewegen. En dat gebeurt nu ook al. Want er komen nu natuurlijk al nieuwe partijen de markt op. Die ervoor zorgen dat de gevestigde orde zich achter de oren krabt. Zegt, oké, wij moeten ook mee bewegen. En dat gaat nu gebeuren. En hoe beweegt BCA mee met die markt? Nou, als je kijkt dat wij een jaar of 10, 15 geleden alleen nog maar fysieke auto's veilden. Die haalden we door een wasstraat en dan werden ze verkocht. En als je ziet dat wij, nou mede ook ingegeven door COVID, maar voor COVID ook al driekwart digitaal verkochten. Door heel Europa dat we fotosets van die auto's al meteen mee verkopen met de auto. Dan zie je allerlei facetten dat wij ons bewegen op het internet. Wat was jouw centrale boodschap aan de zaal? Nou, dat je in die keten naar die klant moet veranderen. Hè? Dus dat je dus eigenlijk moet zorgen van die klant wil uiteindelijk wat anders. Hè? Ik gaf het voorbeeld van een bedrijf wil niet altijd meer allemaal leaseauto's hebben. Maar hij wil wel de mobiliteit voor zijn klanten, voor zijn medewerkers geregeld hebben. En springt daarop in. Wij blijven als centraal weer ook in die mobiliteit zitten. Dat is belangrijk. Alleen die mobiliteit wordt anders.
Kijk maar naar delen, kijk maar naar private lease, naar Maas wat komend is. Alleen voor ons is het belangrijk welke rol gaan we daar inpakken. En denk ook naar Automotive Nederland, welke rol pak je in dat proces? Een kracht van die autobranche is dat mobiliteit blijft. En dat er heel veel extra omzetpotentie zit in mobiliteitsconcepten. Hoe vul je dat zelf in? Nou, wij hebben eigenlijk in de breedte van Porsche het doorgetrokken. Dus wij bieden binnen Porsche dus en Porsche verzekeringen. We hebben eigen Porsche schadeherstelbedrijf. We hebben Porsche het pimpen van je Porsche. Dus wij gaan breed dat een klant, als die aan Porsche denkt en überhaupt alles van Porsche, dat die gewoon bij mij moet zijn. Op het Nationaal Automotive Congres zoeken we uit wat de sterke en de zwakke punten zijn van de automotive retail. Nou, wat wordt genoemd als een zwak punt, onder andere door veel branchegenoten, dat is het gebrek aan schaalgrootte bij veel dealers. Nou, een van de bezoekers, Erik Berkhoff van de Van Mossel Autogroep, heeft daar in ieder geval geen last van. Erik, welkom. Ja, dank je. Dank je. Ben je het er inderdaad wel mee eens dat schaalgrootte op dit moment heel belangrijk is voor een goede business case in de autobranche? Ja, ik denk dat het al best wel lange tijd aan de gang is. Dat wil helemaal niet zeggen dat dat schaalgrootte moet zijn zoals wij die keuze gemaakt hebben. Ik denk schaalgrootte door samen te werken ook een zeker goede business case kan zijn. Een dealergroep kan best goed samenwerken met een externe leasemaatschappij om samen die markt te bedienen, hun eigen markt te kunnen blijven bedienen. Dat kan met een schadebedrijf zijn, dat kan met een leasemaatschappij zijn, een financieringsmaatschappij, verzekeringsmaatschappij. Maar probeer altijd de totale pakket aan te kunnen bieden aan je klant. En dat zou ook in de samenwerking kunnen. Dit hoef je niet altijd per se zelf te doen. Even terug naar de SWOT. Wat vind jij van de auto retail een van de sterke punten op dit moment? Ja, het klinkt misschien heel vervelend, maar er is natuurlijk heel veel aan de hand. Hè. Er is schaarste aan nieuwe auto's, schaarste aan gebruikte auto's. Er zijn hele transities. We denken aan agency modellen, we denken aan van alles. Maar het geeft ons ook de kans, en dat vind ik een heel grote kans, om onze sector echt gezonder te maken, stabieler te maken voor de toekomst. Dus het heeft mij grote voordelen, denk ik. En welke stappen zouden er bijvoorbeeld moeten worden gezet? Ja, in ieder geval die margeverbetering. Hè. We hebben natuurlijk jarenlang, 20 jaar geleden, is al die margedaling ingezet. En ook de verdeling van die markt is ook 20 jaar geleden ingezet bij partijen die misschien niet altijd recht hadden op die omzet. En ik denk dat we nu in de positie zijn gekomen dat dat weer teruggezet kan worden, verbeterd kan worden. Maar dan moeten we wel met heel goed verstand naar blijven kijken. Is in die zin de schaarste ook aan nieuwe auto's, hè? Is dat misschien ook een soort blessing in disguise? Dat de prijzen weer op niveau blijven? Ja, ik denk het wel. Het is in ieder geval, de hele grote kortingen, die zullen gewoon niet meer gegeven kunnen worden. Dat ligt niet aan ons als retailer, maar ook die fabrikant heeft gezien dat dat niet gaat. Vroeger was er 10% van hun aandeel ging naar allerlei partijen die zeg maar, met hele grote kortingen konden geleverd worden. Inmiddels is die aandeel is gewoon misschien wel 60% geworden en dat kan zo'n fabriek gewoon niet absorberen. Dus dan moest iets gebeuren in die hele pricing van die auto's. Op dit moment zie je dat er iets van 600-700 autodealers zijn in Nederland. De verwachting is dat dat teruggaat naar 100. Je ziet dat die consolidatietendens die zich ongeveer 15 jaar geleden heeft ingezet steeds sneller gaat. Maar je ziet ook dat heel veel dealers zitten en wachten. Ze worden een soort sitting duck. Het overkomt ze. Terwijl nu je nog rentabiliteit hebt, nu je nog opties hebt, zoek uit welke optie bij jou past. Maak stappen om te kijken van of ga ik opschalen, groeien, verkopen, overnemen. Of ga ik exit, ga ik het bedrijf verkopen. Nu kun je nog, omdat dat de rentabiliteit nog oké is, die rentabiliteit gaat naar beneden, die consolidatieslag gaat door, neem actie. Een kracht van de autoretail zou moeten zijn een sterke klantrelatie tussen de retailer en de eindgebruiker. Is dat ook overal zo, vind jij? Ja, kijk, iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik denk dat mijn business case zo gebouwd is dat ik de klant geen argument geef om elders te kopen. Dus ik vind gewoon de klant zo verschrikkelijk belangrijk, want hij betaalt uiteindelijk aan het eind van de rit mijn salaris. Dus ik moet goed op hem passen. Hoe doe jij dat bijvoorbeeld? Kan je een paar voorbeelden geven? Door gewoon in principe altijd gewoon zwaar probleemoplossend te denken. De klant heeft eigenlijk altijd gelijk. En volg hem daarin en zorg dat het, als het probleem nog klein is, dat het opgelost wordt. En niet laten escaleren dat het een heel groot probleem wordt. De online verkoop van een auto is een rationele en een emotionele. En daarvoor kan internet online een fantastische driver zijn.
Maar uiteindelijk moet het verkocht worden. En ik geloof niet in een model zoals Volvo, dat er retailers zijn die de auto verkopen en online, dat online iets gaat brengen. Want namelijk dan is de verkopen, het menselijke contact, je ziet het vandaag hier ook weer, dat mensen willen met mensen samenwerken. En op het moment dat ik met een mens zaken kan doen, doe ik dat vele malen liever dan online. Maar online kan wel de driver zijn, kan wel het middel zijn om op schaal met die mensen in contact te komen. Dus, en dat zouden we veel beter moeten faciliteren. Online verkoop doen we al 10 jaar, wel 15 jaar. Alleen er zit niet altijd een bestelknop op en er zit niet altijd een ideal betaling achter. Wil niet zeggen dat er al niet en masse online wordt verkocht. Je hebt hier een presentatie gegeven. Annemarie Buitelaar heeft ook een presentatie gegeven als CEO van Marktplaats. Die ging ook over andere segmenten, want Marktplaats is natuurlijk op veel meer plaatsen actief. Wat is wat jou betreft, sorry voor het Engelse lelijke woord, de belangrijkste takeaway vanuit jullie voor de mensen in de automotive retail? Nou, dat je een platform zoals Marktplaats ook moet zien als iemand die faciliteert. Wij faciliteren daadwerkelijk de vraag- en aanbodcyclus. We zorgen ervoor dat er aanbod staat en dat er mensen zijn die naar dat aanbod willen kijken. Aan de andere kant is het een hele grote kans, een takeaway voor de dealers, voor de autobedrijven die te weinig voorraad hebben. De beste voorraad koop je nog voor je klant. Ik denk best dat een klant, als het een auto 10.000 euro kost, dat hij die mogelijk online gaat kopen, zegt de wij mogelijk. Want uiteindelijk blijft een auto naast je huis de duurste aanschaf. Dus ja, daar wil je toch even in rijen, proeven, voelen en weten waar je het koopt. Want uiteindelijk moet die ook ergens geserviced worden. Dus ik denk dat het geen vaart gaat lopen. Maar ja, zeg nooit nooit.